En het is weer maandag, dus het is weer tijd voor... Avondshow Sportstudio. Gisteren, AZ Feyenoord 1-3. Terecht, denk ik. Maar na afloop ging het vooral over Feyenoord-aanvoerder Orkun Kukçu, die weigerde om een regenboog-aanvoerdersband te dragen. Nou, ik ga erover doorpraten met sportdirecteur Diederik Smit. Diederik, leg even uit wat hier gebeurd is. Nou ja, Feyenoord begon gewoon goed. In balbezit heel dominant. Ja, dan valt die 1-0. Nee. Maar ook toen... Ja, ik bedoel... Nee, en met Kukçu bedoel ik eigenlijk. Oh ja, nou ja, dat was ook nog wel interessant. Ja. Kunnen we het ook nog wel even kort over hebben. Want die weigerde dus om een regenboog-aanvoerdersband te dragen. Het idee was namelijk dat alle aanvoerders in de Eredivisie zo'n band zouden dragen vanwege Coming Out Day. Ja, en bij een regenboogband dan denk ik aan een band met de echte regenboogvlag. Maar we kunnen wel even kijken. Het ging dus om deze band. Dit is niet echt een regenboog, toch? Nee, het zit in dat hartje. Oh ja. Ja, nu zie ik het. Ja. Maar als ik naar buiten kijk en ik zie een regenboog met deze kleuren, dan doe ik toch even mijn ramen en deuren dicht. ja, aan het einde staat al vaak een pot asbest. Ja. Dat is een nare geur inderdaad. Nee, maar ik las dat deze variant, het One Love logo... Ja. Dat gaat dan weer om ras en om afkomst en om alle genders en seksuele geaardheden. En met die band wilde Kukçu dus niet spelen. Maar waarom niet? Religieuze redenen. Dus hij voelde zich vanuit zijn geloof niet de aangewezen persoon. Nou, dat is natuurlijk niet zo'n sterk verhaal, want hij is gewoon de aanvoerder. Sterker nog, hij is door trainer Arne Slot aangewezen als de nieuwe aanvoerder. Dus hij is letterlijk de aangewezen persoon. Ja, dus, inderdaad. Ja. En ik las een statement. Hij had een statement gegeven. Wat stond daar verder in? Dat hij vooral wilde benadrukken dat hij respect heeft voor iedereen, ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Oké, dus hij durft zelfs niet eens seksuele voorkeur te zeggen of geaardheid, maar gewoon voorkeur. Ja, dus ook alle mensen die gediscrimineerd worden vanwege hun lievelingsdier, die betrekt hij er ook bij. Ja. Dus Kukçu die weigerde om die band te dragen, maar hij speelde wel. Hij speelde wel, hij scoorde zelfs nog, maar Feyenoord had dus wel een andere aanvoerder, Gernot Trauner. Knappe man altijd. En ja, hij droeg die band dus wel. Gernot Trauner? Wat? Gernot, ja. Ja. Ja, het is Rotterdam, dus dan heet hij waarschijnlijk Gernand. Maar dan noemen ze hem Gernot. Ja. Ja. Hij lijkt een beetje op Erik ten Hag, zie ik. Oh. Kijk, moet je kijken, toch? Hij is een beetje... Zo. Zie je niet? Kijk hem nog eens even kijken. Zeg maar, gaan we zien. Kijk, hier. Toch, Erik ten Hag? Zeg je niet Erik ten Hag? Kan je ook nog even nog een keer kijken? Hier, kijk nou. Dus, Nee, ik zie het niet. Nee, zie je het? Nee? Ik zie het niet. Okay. En dit is vanaf nu de aanvoerder van Feyenoord? Nee, de trainer die heeft al gezegd dat bij de volgende wedstrijd gewoon Kukçu weer aanvoerder is. En ja, dat snap ik ook wel, want onder normale omstandigheden, in een weekend waarin het belang om openlijk jezelf te kunnen zijn niet centraal staat, is het gewoon een hele goede aanvoerder natuurlijk. Ja, absoluut. Hey, en dan was er naast Kukçu nog een aanvoerder die geen regenboogband wilde dragen? Ja, de aanvoerder van Excelsior, Redouan El Yaqoubi. Die droeg vorig jaar trouwens nog wel een regenboogband. Vorig jaar droeg je hem wel. Klopt. En toen was daar ook al discussie over. Maar dit keer ben ik bij mijn streepje gaan staan. Hij is bij zijn streepje gaan staan? Ja. Ja, dus dit is een man met maar één mening. Hij heeft maar één streepje. Maar daar staat hij dus wel op. Of bij, in zijn geval. Of nou ja, sinds dit jaar dan. Ja. En waarom wil hij de regenboogband niet dragen? Hij wil het eigenlijk breder trekken. Breder ja. Dan... afkomst, ras, geaardheid en gender? Ja, veel breder. Laat ik vooropstellen dat ik het heel belangrijk vind dat iedereen zichzelf is. Dat iedereen zichzelf mag zijn, dat iedereen er mag wezen, 100%. Dus daar sta ik ook voor. Ik wil alleen de boodschap nog krachtiger maken en allesomvattender. Nog krachtiger en allesomvattender? Oké, dat klinkt wel cool. Nu ben ik wel heel benieuwd. Wat heeft hij gedaan dan? Ja, het is, je weet niet wat je ziet. Oh, wat opviel is dat jij een andere aanvoerdersband... misschien kan je hem laten zien, want het was heel lastig... Ja, met de respecten op hebt staan. Zo! Ja. Ja, dit is een allesomvattend symbool, hè? Een witte band waarop je bijna het woord respect kunt lezen. Dit is wat je wil. En wat is de gedachte hierachter dan? De gedachte is dat respect eigenlijk de oplossing is voor alle problemen. Het gaat namelijk erom dat iedereen respect voor elkaar moet hebben. Niet alleen dat we een bepaalde respect moeten hebben voor één groepering of voor een bepaald thema. Ik denk dat er wel meer problematiek is in de wereld waar we het over kunnen hebben. Daar moeten we ook respect voor hebben. Ja, en dat laatste is wel een goed punt. Hè? We moeten ook respect hebben voor de andere problemen in de wereld. Hongersnood in Ethiopië. Moet je gewoon respect voor hebben. Dat is gewoon grote klasse. Genocide op de Oeigoeren. Respect. Klimaatverandering. België. Ebola. Groot respect.
Ja, maar dit is eigenlijk ook wat Cuxu zei in dat statement. Dat hij respect heeft voor iedereen, ongeacht voorkeur. Of wat zei hij ook alweer? Misschien kunnen we even luisteren naar Ibrahim Afellay in Studio Voetbal. Want die zei het wel heel mooi. Nou, hij zegt hier, denk ik, met heel veel respect dat hij het begrijpt. Hè? Dat hij de mensen ook steunt. Dat hij geen enkele voorkeur heeft voor iemand die een achtergrond heeft of een voorkeur heeft. Ja. Ja, dus volgens Afellay heeft Cuxu geen enkele voorkeur voor iemand die een achtergrond heeft of een voorkeur. Oh ja. En wat bedoelt hij daarmee? Dat wordt nu onderzocht. Ja, maar dat is op dit moment nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen. Maar wat je hier wel zag bij Studio Voetbal, en daar kunnen wij misschien ook nog wel iets van leren, denk ik, dat is het enorme respect dat ze daar hebben voor elkaar. De statement spreekt heel veel respect uit. Kijk, wat hij doet, moet hij zelf weten. En dat respecteer ik ook. Hij zegt ook dat hij er respect voor heeft en begrip voor heeft. Ja, dan vind ik dat je ook respect voor hem moet hebben. Je moet elkaars mening respecteren. Nou, hij zegt hier, denk ik, met heel veel respect. Ik denk dat we gewoon respect hebben voor diegenen die het wel dragen. En ja, respect ook voor de keuze die hij wil maken. We moeten gewoon respect hebben voor elkaar. Kijk, het feit dat jij ergens niet voor staat, wil toch niet zeggen dat ik geen respect voor jou heb? Eens? Dan moet je daar toch ook respect voor hebben? Want hij spreekt zich ook openlijk uit dat hij respect voor heeft. Waarom hij het, waarvoor de aandacht voor ik heeft. Ik heb respect voor zijn keuze, maar ik begrijp het niet. Ja, maar goed, dat kan. Want, daar heb ik ook respect voor. Zagen wij hier nou het definitieve failliet van het woord respect? Ik denk dat je dat heel mooi verwoordt. Ja, diepe buiging. Oké. Kijk, want eigenlijk gebruiken ze hier het woordje respect als een heel makkelijke uitweg om geen stelling te hoeven nemen, toch? Ja. Want ze zeggen ook niet, ik ben tegen homoseksualiteit. Ze zeggen gewoon, iedereen moet respect hebben voor alles en ik wil er verder geen gezeik mee krijgen. Het is gewoon een manier om onder je verantwoordelijkheid uit te komen. Zeker, ja. Ja, en dat is toch wel weer heel mooi om te zien. Ja. Ja, want ik zit ook te denken, hoe moet dit klinken voor LHBTI-personen die fans zijn van Feyenoord? Want die bestaan ook, neem ik aan. Tuurlijk, ja. Ja, niet elke LHBTI'er zal er ook openlijk voor uitkomen dat hij voor Feyenoord is. Maar ze zijn er wel. En daar is ook een speciale supportersvereniging voor, de Roze Kameraden. En die hebben ook gereageerd. Ze waren teleurgesteld dat Cuxu die band niet wilde dragen. Maar ja, je hebt ook niet het idee dat die nou namens alle supporters spreken. Want de oprichter van de Roze Kameraden, die heeft een eigen sportschool en die is vorig jaar nog beklad door de harde kern van Feyenoord. Ze hadden ook brand gesticht. En verschrikkelijke teksten. KK, homo's, sterf, crossfit, gold packed. Nou. En er zijn inmiddels ook al Feyenoord-aanhangers gearresteerd omdat ze het COC-hoofdkantoor in Rotterdam hebben beklad. Dus het ligt daar allemaal een beetje ingewikkeld. Maar goed, okay, dit is de man misschien het werk van een klein clubje. Jij noemt Feyenoord een klein clubje. Nee. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar onder de Feyenoord-supporters is er dus echt massale steun voor Cuxu. Dat zag je gisteren ook na de wedstrijd. Hier, dit is een filmpje dat Feyenoord zelf op Instagram heeft gezet. Hey, jongens, ik hou van jullie. Ik ben nog een steun. Houd jullie wel. Ik hou van jullie. Tja, als je toch zo onbevangen tegen zo'n grote groep mensen kunt schreeuwen, ik hou van jullie, dan ben je volgens mij ruimdenkend genoeg om ook die regenboogband te dragen, ja, zou ik zeggen. Want wat zegt dit jou? Nou ja, dit is dus wat de LHBTI-gemeenschap toch maar mooi voor elkaar gekregen heeft. Namelijk de emancipatie en acceptatie van moslims bij Feyenoord. En daar hebben de LHBTI'ers zelf dan niks aan. Maar ja, misschien geeft het ze wel hoop, hè, dat zij misschien over 20, 30 jaar ook wel geaccepteerd worden door Feyenoord-fans. Ten koste van weer een andere groep, maar ja, dat zien we dan wel. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. We blijven het volgen. Dankjewel, Diederik Smit. En tot zover. De aandelenmarkt staat op dit moment in de fik. Dit is dé tijd om te investeren in aandelen. En ik leg jou uit hoe in mijn super deluxe totaal legitte cursus nu te vinden op NPO Start. Geen financieel advies.